Mijn naam is Dave Warmerdam. Mijn naam is Janne Timmer. En wij, ja, wat voor muziek maken wij? Dit is best wel een goede vraag. Ja, het is ook lastig. Nee, wij zijn ja, eigenlijk na jaren een beetje in het blues scene te spelen. Proberen we nu een eigen stijl te ontwikkelen die zeg maar, nog net op het randje valt van blues, maar die ook misschien een iets breder publiek aanspreekt. De teksten zijn, nou, als zangeres is dat natuurlijk best wel belangrijk voor me. De teksten zijn heel erg toegankelijk en ik ik vind het heel erg fijn dat ik heel erg mijn ei erin kwijt kan. En dat het, I don't know, het is heel straightforward of zo. En het is in principe hele simpele muziek, maar daardoor eigenlijk ook weer heel lastig om dat heel goed te kunnen spelen. En dat vind ik een uitdaging. En het is, ja, yeah, it's heart and soul, it's touching me. Mm-hmm. Dus dat is vooral het ding. And my heart, toen ik volgens mij 16 was, toen kreeg ik voor kerst de plaat Desolation van QB and the Blizzards van mijn oom. Zeg maar de limited edition met de groene vinyl, weet je wel. En dat vond ik echt helemaal te gek. En zo was ik er een beetje, echt, ja, had ik kennis gemaakt met die muziek. En toen op een gegeven moment was ik bij een jam sessie bij een concert in Duiker. In het café. En daar speelde onder andere Johnny Laporte met zijn band Johnny Feelgood. En ik had hem ook een keer gezien met Barrow House een keertje. En toen was ik heel erg brutaal, ben ik op afgestapt en had ik gezegd, mag ik wat zingen? En toen vroeg die zanger van, kan je wat zingen? En ik zei, nou, ik denk het wel. En, dus dat ben ik gaan doen toen. En ik had toen heel erg Harry Muskees, toch? Van, ja, ik weet het heel erg, ik weet die naam niet eens, maar Harry Muskees. Ik had hem een beetje als voorbeeld qua zang. En hij zingt altijd een beetje overal een beetje doorheen, heel erg emotioneel. Dus ik stond er ook, ik had geen idee hoe dat eigenlijk werkte. En toen had ik wat gezongen en dat vonden mensen heel gaaf. En zo ben ik eigenlijk begonnen met dat echt zingen. En omdat ik merkte, ik vond het te gek. Om een van de redenen had ik opeens muziek gevonden waarin ik echt het gevoel had van, ah, dit is het, weet je wel, I've been looking for this. En hier kan ik zo erg alles in stoppen. En toen, ja, nu zijn we hier. Dus, ja, dus dat. Ja, dat laatste nummer wat we vandaag hebben gespeeld, I Won't Complain. Dat had ik geschreven en ik zat, was op zondagavond en op maandag hebben we altijd repetities. En ik zat in Café België in Utrecht en ik voelde me eigenlijk gewoon kut. Ja, dat is een beetje een goede manier om het te omschrijven eigenlijk. En toen belde Sonny de gitarist van, yo Jan, heb je al een tekst geschreven voor het nieuwe nummer wat ik had gestuurd? En ik dacht, godverdomme, dat moet ik nog gaan doen ook. En ik zat echt helemaal zo van, Jezus Christus. En toen dacht ik van, ja Janne, maar ik bedoel, je loopt hier echt, stop ik bij mezelf te denken van, je loopt hier alleen maar te klagen nu. En toen dacht ik ook van, ja, ik vind zelf dat heel irritant als mensen alleen maar aan het klagen zijn. Dus ik wilde eerst schrijven, don't complain. Maar toen dacht ik, oké, laat ik een beetje het goede voorbeeld nemen. Dus toen kwam dus I won't complain. En er zitten best wel wat hele subtiele dingetjes in de tekst. Die eigenlijk heel erg op mijn persoonlijk leven slaan. En ik denk, ja, voornamelijk de zin, I can still feel your anger on my skin. But it means nothing compared to the world's hurting, so I don't complain. Dus daarmee probeer ik te zeggen van, ja, ik heb mijn shit gehad and things happened. Maar dat is helemaal niks vergeleken met wat de fuck allemaal in de wereld gebeurt. Dus ja, ik moet eigenlijk niet klagen. Dank jullie wel.
Hoi, dit is Dave van de Dave Warmer Dan Band. Je luistert naar thebluesradio.com. Hoi, ik ben Janne Timmer van de Dave Warmer Dan Band en je luistert nu naar thebluesradio.com.